Goeiedag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag woensdag 14 juli. Vandaag in het journaal. Medische Zending houdt eerste COVID-19 vaccinatieactiviteit te boven Suriname. De kapiteins van Botopassi roepen op om zich te laten vaccineren. Het Delta variant baart ook de Pahu enorme zorgen. Laat je vaccineren. Astrid van Zouwers van de PAHO zegt in gesprek met het COVID-19-journaal dat de nieuwe variant Delta nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Het variant bevindt zich al heel dicht bij Suriname en kan elk moment zijn intrede doen. Haar advies is: laat je spoedig vaccineren. Ook geeft ze aan dat de vaccins die worden toegediend effectief zijn tegen elk variant. Ik denk dat iedereen wel is geschrokken van de beelden die men zag van India, waarbij heel veel mensen tegelijk ziek werden, waardoor dus ook het zorgstelsel zodanig werd overspoeld dat een heleboel mensen stierven alleen omdat ze niet de nodige zorg kregen die wel beschikbaar was, maar niet beschikbaar voor hun omdat het gewoon helemaal overrompeld was. Hè? En ik denk dat we daar bang voor zijn geworden. We zien nu dat deze variant heel efficiënt is in het verspreiden. Het verspreidt zich heel snel over heel veel continenten en heel veel landen. In de buurt hebben we het ook al. De Franse eilanden hebben al geconformeerd dat ze deze Delta variant hebben. Maar ook Frans-Guyana, ons buurland, en ook Brazilië. Dat zijn de landen dicht bij ons die deze variant al hebben gedetecteerd. Maar ook landen waar we heel vaak mensen van ontvangen, denk aan Nederland en de Verenigde Staten, daar hebben we ook al meer verspreid de Delta variant. De Delta variant hebben we sinds een paar maanden goed in beeld. En je kan je voorstellen dat er heel veel onderzoeken zijn geweest, maar ook nog een heleboel moeten komen. Dus heel veel concrete informatie is er niet. Wat we wel weten en wat zeker belangrijk is en blijft voor alle varianten, is dat het vaccin wel werkzaam is. En nogmaals, we dienen het vaccin toe, zodat we de druk op de volksgezondheid, op de ziekenzorg, verminderen moeten. Ja, we willen dat als mensen ziek worden, dat we niet met z'n allen het ziekenzorg nodig hebben. Dat we zorgbehoeftig zijn en daarom gebruiken we het vaccin. En ook tegen de Delta variant is dit effectief. En hoe verre het effectief is, of eigenlijk beter gezegd, hoe verre het minder effectief is, is nog niet helemaal duidelijk, is nog niet helemaal zeker. Maar wel dat het enige bescherming biedt, net als bij de andere varianten. Again, dit zijn dingen die, er komt steeds meer informatie naar voren, steeds meer informatie die we kunnen gebruiken. Maar tot nu toe blijven de richtlijnen voor alle varianten, dus ook de variants of concern, ook de gamma die we nu al om hebben, die de dominante variant is in Suriname, dat we het vaccin ons beschermt zodanig dat we in ieder geval minder behoefte zijn aan zorg. De medische zending heeft haar eerste vaccinatieactiviteit gehouden in de regio boven Suriname, waarbij zij 19 personen heeft gevaccineerd tegen het COVID-19-virus. Dit heeft op 9 juli 2021 plaatsgevonden in de Kroete Osso van Botopassi in het resort Debike. Met deze activiteit is tevens het startsein gegeven voor de vaccinatieactiviteiten in dit gebied. Ook werd het personeel van de medische zending in het boven Suriname gebied getraind hoe zij de informatie moeten overbrengen naar de lokale gemeenschap aldaar. We zijn vandaag hier omdat we gaan vaccineren. We maken een start met het vaccineren in het boven Suriname gebied. We hebben een kleine groep, maar ik heb toch besloten om daarmee van start te gaan en misschien dat dit een opening is voor de anderen om toch die stap te nemen om te overbruggen, om zich toch te laten vaccineren. Er zijn een paar bewoners van Botopassi zelf, maar ook personeelsleden en enkele die ook hun tweede prikje moeten krijgen. Dus zowel eerste prikje als tweede prikje voor het COVID-vaccin. We hebben dus het personeel zo'n beetje getraind, zodat ze
de nodige informatie ook naar het gebied kunnen brengen, naar de mensen toe. Want soms hoor je nog steeds dat mensen zeggen dat ze niet voldoende informatie hebben. Dus vanuit de medische zending is het onze plicht om de mensen goed te informeren, zodat ze de juiste keus maken. Want het blijft nog steeds een keus om je te laten vaccineren. We verplichten niemand, maar we brengen het zo duidelijk mogelijk, zodat ze toch die overweging maken om zich te laten vaccineren. En dat hebben we dus gisteren gedaan met de gezondheidsassistenten. En vandaag hebben we dus ook die bij het hele vaccineren bij betrokken, zodat ze ook zien hoe alles gedaan moet worden en in elkaar zit. Tijdens deze vaccinatieactiviteit zijn twee leden van het traditioneel gezag van Botopassi gevaccineerd. Te weten hoofdkapitein Ronald Eduards en kapitein Harvey Amania. Deze gezagsdragers hebben aangegeven dit te hebben gedaan om als voorbeeld te dienen naar hun gemeenschap toe. Zo, ik ben mede met mijn besluit om te vaccineren. En ik heb hier goliba. Die corona te liggen, dat is niet dus zijn we. Nou, ik heb een voorbeeld. Figuur dat hier deze zijn bij Osamaka, voornamelijk deze zijn bij Botopassi. Die gaan, corona, dat ligt hier Goliba. Nou, wat about Botopassi? Botopassi won pikken kon, dat ik ga hier zijn bij Atalibine. Nou, ik heb denda, wakodo lees hier, Botopassi, nou, hier deze zijn bij Odere Kaba. Nou, hem heeft me kissy ute, corona spoiti, ude, lees deze zijn bij Takita, ade wabunu son dide, data chakodau, fute. Zo, so, die is de eerste spuitie en Tiangano, had er een kwartier pas aan die spuitie en Mefi Nawasone am Dendu Eti, die daar precies kuma van bide. Da if de captain to de kiss me buta captain no da mi family de feni atenduta de musdam captain tun de taki qui alchemy u di kone di vestir u kone ku di folk tenya taktawe no di de taki sono de ke ta monsieur de captain before the benoem me bakadi de de gama installeer me no te de captain mat kone no ta yo have a lady he must attack me kumutu it's my family Edwards ma de captain no maktaki hi di konde is na so dunde ni tataki hi di konde last taki gama aboy koni Albert abenumi u hof kapitein no ya abenumi hof kapitein taki den ta meta wakamo no esa du yoko fa musudu ko ma fa hof kapitein de ja, lek me uit dat we ook lang hier een medische zending en met een goede feit dat Galanti nog een beetje zit daar soms een zon die naar boem. En die ook zo'n de vijfde boem dat de dame van kapiteinskap van Rango Moliba. Nou, een pikje aai. Ik heb kapitein Woko Atanga, die moest die Libisch hebben. Het was Tanga daar de president afvoet, van moest die volk usana. Nou, zo'n Atanga daar ook. Ik heb voor wat taki kudes hebben, voor wat taki kuyu familie, zelf at Atanga even kuyu mise antakei. Zo lees ik kuyu vrouw ze antakei. Libisch hebben. Tanga uti lebih sama tanga ucha. Naga sagadu wau tu se utake ye sip sip wake ye u president wake ye u de predikant. No la so di lebih kode dau
ta hibi wa sembe takedu andi yuke no ilivi amus goso no fadi jinja spoiti ko aki be mu sta me fe mi fe wa de sundi utaye ya radio ku app di sanga dati no di hila wa no di u fe en taka mi sluit ni aan adi overmacht usana san di tataki ku di data no hem ta no mbiuti di spoiti anne masa Jesus sisi didi uye di COVID vaccinatie sonka nou sabita heda wa sondi di umso kobreuk u hepiu fu ewo kisi di COVID sei mano aude so gafa no mi da kosonte its worker no mi sabi anda vaccin mi sabi anda vaccinatie mi sabi anda ta hepi no ku di actor front umi u data sondi hebim takta miotenye miotenye bim dema forbil da desbe dem ku de tawoko dema forbil da de famiumi ku de sembe adi piso ta kamtade. Jona Geffen is gezondheidsassistent en heeft ook zich laten vaccineren. Ik ben zelf een gezondheidsassistent, dus daarom vind ik het heel belangrijk om te komen vaccineren. Want er komen patiënten naar de poli toe die ik moet helpen. Dus ik weet niet wie binnenkomt, dus daarom heb ik de initiatief genomen om mezelf te laten vaccineren. Die mensen die bang zijn, want ik was ook bang, maar toch heb ik de initiatief genomen om te komen vaccineren. Dus ik zeg niet dat je verplicht bent, dus, maar je moet even daarover nadenken. Zeg van oké, dan ga ik maar mezelf laten vaccineren. Je hoeft niet bang te zijn. Doet geen kwaad, als ik het zo moet zeggen. Misschien krijg je gewoon hoofdpijn. Daarvoor kan je gewoon paracetamol innemen of pijn op de plek waar je gevaccineerd bent. Maar verder, ik heb geen enkele klachten. Deze is een beetje passie. Kom maar vrouw, nu sabi mi da kapte harfi. No, mi ke begi unu, mi ke ka unu. Awa le speki fasi. Takita sensi u de piki. No, de gans me fu, ta cha ugua data. No, de ta vaccineru. No, de data diabio wata ku pakseku de libi sembe. No, diabio ontweke ilo faksen aki fu ko hepiu. No, ku hile speki mi ta ka unu de sembe. Un kote di spoiti u fo alati. Diga wateen u dere kaba boto pase de sembe. Diga boto pasi sembe de hiaka ku corona. Mana boto pasi ganda aki. Ma sembe boto pasi de hia. Nou, voor ze voorkomen, nu de kaita die spoit heel moesten. De vaccinatieactiviteiten in het binnenland zijn geheel afhankelijk van de bereidwilligheid van de gemeenschap. De gemeenschap wordt voortdurend voorzien van de juiste informatie en worden de personen die bereid zijn het vaccin te nemen geregistreerd wanneer op basis van het aantal geregistreerden een vaccinatiedatum wordt gepland. De medische zending is blij dat de gemeenschap van resort Debike, hoe klein dan ook, een weloverwogen en goed geïnformeerd besluit heeft genomen om zich te vaccineren tegen het COVID-19 virus. Hi, ala desra na mang nanga desra na uma. Me karuti de. We shitaki vaccinatie de meeste voel de ningresma de buba. En blaka bubas ma fu mi, kune go vaccineer. Sande me kune vaccineer, me karu kon, u kon teka vaccinatie. Bika COVID ne meke onderscheid. Te COVID te kon, ei teke, samus teke. Ane luku taki yuna yampanisi, yuna ingi, of yuna hindustani. Me kari ook tu ala de bus kondre sama, u kon teke aspoiti. Ala de oso desi di de sama taki, abun. Iya, abun, abun fu tambun fu skin. Mai sabi. Dat je COVID schrijft. Kan je COVID? Alle die duizend sma in de trakondre. A COVID-vaccinatie.
at dati den teke mek nono de ma popo rei wagi go frei ala presidansi ala sansa de bedu abi foko fet kon de du nono de kaba om de dit teka spoiti dat mek me kayu taki ala sama sabi wan sama salasi libi na ko fet fire do inomang purin dry kombaka Masame aksi taki teki aspoiti meki deng teye membre den taki ai fu dede meki teka aspoiti taki yu no dede kofet no kiri ame karu kon tekien agratas. En met dit mooie moment zijn we ook vandaag weer aan het eind gekomen van dit journaal. Laat u zich goed informeren en volgt u nog steeds de juiste kanalen met betrekking tot alle informatie over COVID-19 en het vaccin. Laat je niet misleiden door valse informatie die men verspreidt via de social media kanalen. De juiste informatie vind je op de kanalen van het BOG, het Ministerie van Volksgezondheid en van de Communicatiedienst Suriname. We gaan eruit en we zijn er vrijdag weer met een nieuwe aflevering van het COVID-19 Journaal. Utamo.